En we hebben ook een gesprek met Clarence Huytema en Stephanie Krude over een nieuw product eigenlijk dat ze op de markt brengen. Het is binnenkort Valentine en dat product past volgens mij helemaal een beetje in die sfeer. Dus juist de tijd om dat te doen. Ik heet ze direct welkom, Clarence en Stephanie. Van harte, goedemorgen. Hè? Welkom. Goedemorgen, dankjewel. Jullie zijn hier met een nieuw product, ik heb begrepen. Het heet Tap Parfum. Ja, correct. Daar hoor ik dus voor het eerst van. Vertel me erover. Ja, Tap Parfum is een hoogwaardige kwaliteit parfum. Ja, in Nederland en eigenlijk in de hele wereld, Suriname, Europa, maakt niet uit, heb je drie soorten segmenten: eau de toilette, eau de parfum en parfum. Nou, wij hebben een nieuw concept op de markt gebracht en dat heet Tap Parfum. Dus alle parfum dat wij verkopen is hoogwaardige kwaliteit parfum. Elke parfum blijft ook minimaal 8 tot 9 uur hangen. En als je 70 graden het heel goed pakt, kan het zelfs 14 uur blijven hangen. Maar wat nog belangrijker is, wij zijn het eigenlijk een beetje zat dat mensen, wanneer ze naar een drogisterij gaan of een parfumerie gaan, dat ze moeten ruiken met hun portemonnee. En nu kunnen ze ruiken met hun neus, omdat het voor iedereen betaalbaar is. Oké, okay. Ja. Dus, maar hoe is dit ontstaan? Nou, in principe is het zo dat mijn schoonouders vanuit Nederland op een markt zijn begonnen. Het waren gewoon marktkoopmannen. En het is gewoon een familiebedrijf altijd geweest. En in principe ben ik er toen bijgekomen, heb ik de marketing, de verkoop eigenlijk onder handen genomen. Ja, en toen zijn we gewoon gevlogen en we zitten in Nederland al denk ik over de 300 vestigingen. Okay. En we zijn groeiende en we gaan eigenlijk heel Europa domineren. En mijn straatje is natuurlijk de Surinaamse kant. Okay. En dat wil ik heel graag delen met mijn familie, dus vandaar dat ik hier ben. Oké, okay. En het valt dus onder, net wat je zei, je hebt eau de toilet, dat vervliegt sneller dan eau de parfum. Ja. Dit zou je kunnen plaatsen onder eau de parfum? Nee. Niet echt hoor. Niet, toch niet? Eau de toilet heeft een percentage van 5 tot 10%. Mm-hmm. Eau de parfum heeft een percentage van 10 tot 20%. En die parfum zelf heeft een percentage van 20 tot 40%. En daarmee zijn wij bezig. Okay. Die van 20 tot 40% en dat maakt het uniek. Ja, en het komt je sowieso al voordeliger uit. Yes, los klopt. Van de prijs. Ja, nou, klopt in helemaal. In principe, echte parfum is niet voordelig. Wat Chanel verkoopt, een echte parfum. Dus eigenlijk is het heel erg duur. Maar wij hebben ervoor gekozen om het voor iedereen betaalbaar te maken. Zodat je gewoon iedereen mensen blij kan maken. Want een parfum is een gevoel dat je blij moet maken. En daar staan we eigenlijk voor. Hebben jullie nu speciaal ervoor gekozen om het rond Valentine te promoten? Nou, is niet speciaal dat we het rond deze periode promoten, maar het is wel een goede periode om dat te doen. Hè? Want come on, iedereen houdt van parfum, vooral vrouwen. Ik in principe hou heel erg veel van parfum, lekkere geur. En geloof me, iedereen die dit ruikt, wil graag een flesje. Ja. Maar zijn er verschillende geuren binnen de lijn? Er zijn een heleboel geuren. Er zijn ongeveer 400 geuren, zover ik het weet. Ja. En iedereen komt aan zijn trekken, mannen, zowel vrouwen. Precies. Ja, en we zijn nog niet in hem gestart. Onze openingsdag is 1 april. Rond 1 april willen wij dat bedrijf hier openen. En dan hebben we wel een speciale presentatie naar de klanten toe. Mm-hmm. En we komen wel sowieso terug om dat te promoten, maar dan krijgt iedereen ook de kans om te ruiken. Ja, om te ruiken, zodat je ook een beeld kan hebben van wat we eigenlijk op de markt brengen. Ja. Maar ligt het in de bedoeling, dus jullie zeggen 1 april komt er dus een vestiging, zeg maar, in Suriname. Ja. Maar nu luisteren de mensen kijken. En het is Valentine dadelijk. Ja. Geen probleem, als ze graag een geurtje willen, mogen ze bellen. Ja. Appen, we hebben nummers, contactnummers waar ze naartoe mogen bellen. En dat kan ik misschien straks doorgeven. Ja. En als ze geïnteresseerd zijn, mogen ze gewoon bellen. Oké, dan gaan we straks de nummers doorgeven. Maar ik heb begrepen, jullie zouden ook een demonstratie aan me geven. Ja, graag. Ik denk dat hij het kan doen. Dit is Tap Parfum. Zo worden de tapflessen in principe gepresenteerd bij ons op de vestiging. Het is gewoon heel erg simpel. Het is een hervulbaar concept. En hoe het te werk gaat, je hebt gewoon in principe je tasverstuiver of een flesje, het maakt eigenlijk niet uit. Je haalt hem eruit, je draait hem gewoon open. En het enige wat je doet, is je tapt het. Oei, je moet het wel goed tappen, want als je te slordig bent, dan ga je het laten vallen. Oké, dus we gaan netjes tappen. We gaan netjes tappen.
Een beetje ruimte. Zo. Mm-hmm. Dan zetten we hem terug. En dan doen we hem dicht. En that's it. Maar dat... koop je nou zo'n fles of koop je een fles en dan krijg je dat erbij? Nee, deze flessen, dat zijn de presentatievormen. Oh. Want vanuit hieruit kunt u kijken welke ingrediënten in de parfum zitten. Ja. Mm. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand van patchouli houdt. Nou, dan gaan we naar een patchouli-soort geuren kijken. Nou, het kan ook iemand zijn dat iemand van cacao houdt. Dan gaan we naar die kant op kijken. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand zegt... joh, ik wil graag een vergelijkbare geurnoot in dezelfde trant van de La Via Belle. Nou, dan gaan wij kijken wat zijn de ingrediënten van de La Via Belle. En dan gaan wij gewoon precies kijken van welke ingrediënten... Jenten zitten erin en vanuit daar gaan we gewoon die geurnoot bijvullen. En het mooiste aan dit concept is, dit is best wel voor iedereen betaalbaar. Want wanneer je het gaat terugkomen om te laten hervullen, wordt het goedkoper. Want ja. Je hebt het flesje al gekocht. Oh, ja, oké, nu begrijp ik het. Dus wanneer je de eerste keer kwam, dan kreeg je zo'n verstuiver, zeg maar. Yes. Precies. Toch? Ja. En dan kreeg je het met de geur en dan kan je daarna komen en het opnieuw laten hervullen. Yes. Vandaar precies. Dat het dat parfum heet. Ja, juist. Inderdaad. Ja. Okay. En we hebben verschillende soorten. Mm-hmm. We hebben, in principe beginnen we eerst deze periode met de tasverstuiver. Ja. En dat is 10 ml. Wanneer de opening vanuit 1 april gaat gebeuren, dan gaan we 30 en 50 ml ook erbij doen. En in principe zijn wij tapparfum en is het niet alleen parfum, maar we hebben ook andere producten. Alleen we willen nog niet te veel verklappen, want op de grote opening moet gewoon iedereen aanwezig zijn. Okay. Om ervoor te zorgen, om te zien eigenlijk wat wij hebben. En ik denk dat mensen in Suriname versteld zullen staan. Ja. Oké, okay. Ja. Maar wanneer je dus met zo'n verstuiver komt, zeg maar. Ja. Is het dan, ligt het dan in de bedoeling dat je elke keer voor dezelfde geur die verstuiver gebruikt of maakt dat niet zoveel uit? Ja, dat zou ik wel doen, want omdat deze parfumkwaliteit ongelooflijk sterk is, dan krijg je wel vermenging met de geuren. Mm-hmm. Dus ik zou aanraden, maar dat hoeft niet, het is een keuze van de personen, want ze kunnen het ook gewoon gaan wassen. Dan zou ik gewoon ervoor zorgen dat je elke tasverstuiver een verschillende geur hebt. Het is toch hartstikke leuk als je bijvoorbeeld elke dag van de week, 7 dagen in de week, een geurtje op kan spuiten. Ja, een ander geurtje. Een andere geurtje. Ja. Oké. Okay. En u wil ons echt niet zeggen welke andere producten? Misschien kan je... Ja, ik weet, ik ben een beetje aan het dikken. Huisgeurtjes. Huisgeurtjes met die stokjes toch? Ja. Ook in, ongeveer in dezelfde geurtjes. Oh, oké. Okay. En body mist. Dus jullie denken niet alleen aan het lichaam, maar ook aan de omgeving. Ja, daar komt natuurlijk. Het op. Ja, natuurlijk. We zijn een hele grote cosmetica bedrijf. Ja. Dus we hebben alles erop en eraan. Alleen, we mogen niet te veel prijs geven, omdat het anders... Het haalt het accent weg van tapparfum. Juist. Maar wanneer mensen op de opening gaan zien, dan gaan ze precies het hele concept begrijpen. En omdat elke product, maar ook letterlijk elke product van hoge kwaliteit is, maar voor iedereen betaalbaar, of je nou arm bent, of je nou rijk bent, dat maakt allemaal niet uit. Iedereen kan het kopen. Ja. En dat gaat ervoor zorgen dat Suriname blij gaat worden, naar mijn mening. Ja. Mogen we al weten waar jullie gaan staan? Zeker. Ja, het is aan de Gemeenelandsweg, ja. Waar Groteboom is. Okay. Heb je units met een mall. Ja. En we zijn vierde unit in de rij zijn wij. Ja. Okay. Dus daar kan men dan terecht vanaf 1 april. Vanaf 1 april. Maar we horen dus nog meer over die grote sowieso. Opening. Jawel, dat is natuurlijk. Een bijzondere dag. Ik kom sowieso wel terug om dat bekend te maken. Ja. Om de mensen weer even een reminder te geven dat ze daar moeten zijn. Ja. Okay. Maar in de tussentijd kan je wel je tasverstuiver bestellen. Ja, vooral en het is haalbaar voor Valentine. Nou ja, kijk, we hebben wel een bepaald aantal geuren die we in principe nu hebben. Mm-hmm. Want we moeten natuurlijk ook wachten op de grote verschepingen. Vandaar dat de grote opening pas op 1 april is. Maar we hebben in principe wel wat geuren wat beschikbaar is, ja. Oké, dan gaan we het besluiten met... Dat jullie de mensen doorgeven waar ze nu naartoe kunnen bellen of appen, mocht het zijn dat er interesse is. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja, mocht het zijn dat jullie geïnteresseerd zijn om een geurtje te kopen, dan mogen jullie bellen op de nummers 872-9255. 872-9255 of 7275-181. 7275181 of 899-3657.
8993657. Dat zijn dus de drie nummers waarop jullie kunnen bellen of appen. Dat is het beste. Liever geen sms'jes, want dat komt meestal niet door. En dan hoor je misschien, we hebben niet gereageerd of zo, maar telefonisch bellen of appen is het beste. Ja. Er is geen Facebookpagina of zo waar ze ook naartoe kunnen? Ja, toch? Ja, zeker, ja, zeker. Er is een Facebookpagina van Tak Parfum zelf. Ja. Okay. Daar kunnen ze zelf op gaan. Informatie. Ja. Mm-hmm. That's okay. It. Goed, tot slot. Ja. Ik zie een nummer op die fles staan. Dus die parfums, worden ze met nummers aangegeven? Ja. Geen naam? Dus. Nee, geen naam in principe. We hebben wel twee categorieën. We hebben damesgeuren en we hebben herengeuren. Okay. Nou, omdat het Franse parfum is, staat de LE. Voor mannelijk en de LA voor vrouwelijk. Okay. En vanuit daaruit kun je kijken wat zijn de hoofdingrediënten en welke ingrediënten zitten ertussen. En we hebben trouwens ook een iPad die, waarbij je gewoon kan kijken welke ingrediënten je wilt. En welke, bijvoorbeeld welke merk daar dichtbij in de buurt moet komen. Want we verkopen geen merken, het is letterlijk tapparfum. Ja. Maar we verkopen wel geurnoten. Dus het kan wel zijn dat het heel dichtbij in de buurt zijn. Yes. Geweldig. Precies. Nou, de mensen hebben het gehoord. Laat me u bedanken voor uw kans en voor de informatie die jullie voor ons hebben gebracht. Ja. Zo heeft u dat gehoord. De nummers zijn doorgegeven. Of u kunt altijd naar de Facebookpagina van Tap Parfum gaan. Als u meer informatie wil. Maar ze hebben ook aangegeven, ze hebben niet echt een grote bezending nu. Dus als je voor Valentine misschien iets wil kopen dat kwalitatief goed is en binnen een redelijke prijs valt, dan is dit misschien wel een idee voor u. Laat me u direct aangeven, vrijdag 14 februari. Vergeet u niet om afgestemd te zijn op de SCVS. Want dan hebben we ook het Give a Smile for Valentine programma dat we zullen uitzenden. We gaan nu naar de eerste muziekbreak en we zijn zo strakjes terug bij u.